hoe tevreden ben jij met de prestatie van jouw elftal vanmiddag in deze pot? Ja, wel tevreden hoor. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een redelijke eerste helft heb gezien. Met hele mooie goals trouwens. Die vond ik echt mooi. Al die goals. Ja, en ik bij Vlagen kan natuurlijk altijd wel beter. Maar we hebben veel kansen gecreëerd wat we graag wilden. Dus de accent lag ook op het aanvallen. En heb ik zeg, het enige waar ik niet tevreden over was, dat we maar met 3-1 voor stonden. Dat had voor jou meer mogen, misschien wel moeten zijn? Ja, ik zeg 3-1, maar 3-0 was het maar. Nee, niet mogen zijn, maar moeten zijn. Ik denk dat we al veel eerder de wedstrijd op slot hadden kunnen schieten. Met de mogelijkheden wie we hadden. Ook nog een goal die werd afgekeurd. Dus daar ben ik dan niet tevreden over. Want ik vind wel in de fase waarin we zitten. Vind ik dat we zo zakelijk moeten zijn dat we al redelijk snel de wedstrijd hadden kunnen beslissen. Dat was best wel een puntje vorig jaar bij FC Twente. Ik weet niet in hoeverre jij dat hebt meegekregen. Dat het afmaken van kansen wel eens de wensen overliet. Nou ja, weet je. Kijk, we hebben ook een bepaalde manier van voetballen. Dat je heel veel kansen creëert. Hè. En ik ben zelf ook voetballer geweest. Niet iedere kans is een goal. Dat willen we allemaal graag. Maar dat gaat ons niet lukken. Dus alleen wel dat we bepaalde dingen. De echte wil, zeg maar, om snel die wedstrijd te beslissen. Ja, maar dat komt wel. En dat is een puntje waarvan ik vind dat we daar moeten werken. En de tegengoals, hoe kijk je daarnaar? Ja, nou goed, het is een oorzaakgevolg. Volgens mij is er een overtreding. Maar goed, nu, op Samsted, nou ja, die gaat door. En dan willen we nog wel eens een keer ook commentaar hebben op de scheids. Hè? Maar uiteindelijk de scheids fluit niet. En dan is het oorzaakgevolg dat we wat uit lood staan. En die gozer schiet die bal gewoon goed en hard binnen. Volgens mij was dat ook de eerste beste keer dat ze voor onze goal kwamen. Dat er een schot op onze goal kwam. En die zat er meteen in. En dat is... Dat mag niet, maar uiteindelijk het gebeurt. Dus ook hier kunnen we weer van leren dat we uiteindelijk ook als scheids niet fluit, moeten we gewoon doorgaan. En bij die tweede, denk je dat in hoeverre heeft dat misschien ook een beetje te maken met dat in een fase is dat er wat heen en weer wordt gewisseld? Ja, nou goed, uiteindelijk, we wisten ook vooraf dat we spelers 45 minuten zouden laten spelen en ook 60. En uiteindelijk dan wordt er heel veel gewisseld van beide kanten, hè, beide teams. Ja, en dan zie je dat er een stukje onachtzaamheid is en ze maken die goal. En, ja. Willen we liefst natuurlijk niet hebben, maar uiteindelijk het gebeurt. En het belangrijkste is dat je met name de eerste helft, dat je toch hele mooie goals maakt. En dat is toch iets waar ik wel naar kijk. Er ontbraken een aantal spelers, waaronder een klein lijstje die zaterdag al ontbraken. Ja. Maar daar verschenen twee namen bij, Ugalde en Hilgers. Ik begrijp dat het niet iets heel ernstigs aan de hand is. Nee, goed. We zitten in een week waarin we dus we proberen een internationale week na te bootsen. Dus dat betekent dus dat we twee wedstrijden in een week spelen. En dit was meer uit voorzorg. Dus als het echt de nood aan de man was geweest, denk ik dat ze wel hadden kunnen spelen. Maar uiteindelijk hebben we daar geen risico's in genomen, omdat wij zaterdag weer een wedstrijd hebben. Was deze wedstrijd voor jullie tenminste, want het moet natuurlijk een beetje dan geheim blijven, omdat dat dan allerlei instanties anders moeten worden ingeschakeld. Maar is dit ook wat later pas ingepland of was dit voor jullie al wel duidelijk van, want anders is het te weinig aan oefenwedstrijden voordat wij aan de bak moeten volgende week donderdag? Nou, ik heb wel aangespoord dat ik graag nog wel een extra wedstrijd erbij wilde hebben. Dus ik wist het wel per tijds. En uiteindelijk is het op een latere tijdstip is het eigenlijk in onze planning gekomen. Maar we wilden graag nog een extra wedstrijd. En daar is deze wedstrijd uit voortgekomen. Maar nogmaals, het is niet op het allerlaatste moment. Nee. Maar wel, dit hebben we wel later ingeschoten. Om het af te ronden, wat betreft de jongens die vandaag dan deels uit voorzorg ook aan de kant bleven. Hoeveel van hen verwacht jij er zaterdag weer bij te hebben? Kun je daar iets over zeggen of is dat lastig? Ja, ik ben trainer. Ik ben niet medisch. Maar ik heb wel een goede hoop dat er wat spelers bij komen. Dus dat... Ja, ik vind het lastig, want op het moment dat ik tegen jou zeg van die en die is erbij en ze zijn er zaterdag niet, dan zeg je van je hebt mij woensdag verteld dat die en die erbij zouden komen, maar die zitten er niet bij. Dus het is afwachten, maar ik heb wel goede hoop.